De opluchting was groot, zondagmiddag om 4:15. FC Groningen had FC Twente met 1-0 verslagen en liet zo de supporters weer juichen na een paar mindere wedstrijden. De overwinning kwam op het juiste moment. Ja, inderdaad. Er was al vrij weinig aan de hand eigenlijk. Als je kijkt naar het puntenaantal, we stonden 10e plek. Bij een overwinning klimmen we er zo weer overheen. Maar natuurlijk, wat er allemaal de afgelopen weken is gezegd en zo, van buitenaf. Wij zijn altijd rustig gebleven. En dat heb je ook wel gezien, denk ik, vandaag. Want het spel was, vond ik, enorm goed. En we zijn eigenlijk heel weinig in de problemen gekomen. En is dit de wedstrijd geweest waar ik eigenlijk het minste doen heb van alle wedstrijden. Dus alle credits naar het team. Heel mooi. Toch verricht de pad tegen FC Twente wel een paar belangrijke reddingen. Ook een speler met scorend vermogen. En datzelfde geldt voor Vuskic. Redding is van pad. Oussama Assaidi dreigen, dan natuurlijk naar zijn rechter. Het paasje op Vuskic. En de redding van Sergio Pat. Adnane Tigadouini. Ruimte voor een schot nu, Tigadouini. En een geweldige redding van Pat nog. Elke redding is belangrijk, denk ik. Want of je nou de eerste of de laatste minuut is, dan kom je op achterstand. Elke redding is belangrijk en zo kan ik mijn steentje bijdragen. Maar zeker vandaag... Hoeven niet de credits naar mij. Je hebt een bandje om. Laat hem eens zien. Ja, voor de camera dan maar. Hè. Ja. Ja. Ik omarm Kids United. Ja, 4 mijl binnenkort natuurlijk. En ik ga meelopen en ik probeer zoveel mogelijk mensen... Ook mee te laten lopen of in ieder geval de 4 mijl te sponsoren, mij te sponsoren. Noem maar op om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Kids United eigenlijk. Zondag 8 oktober gaan ruim 20.000 lopers voor de 31ste keer tussen Haren en Groningen de 4 mijl voor Groningen afleggen. Het goede doel van de 4 mijl is dit jaar Kids United. De door FC Groningen geadopteerde G-voetbalclub waar Sergio Pat ambassadeur van is. Gisteren kwam ik Margriet even tegen. En... Margriet Kukler van Kids United. Ja, en die had nog zo'n bandje. Dus ik heb hem omgedaan. En eigenlijk gisteren na de training wou ik gaan douchen. En ik dacht, verrek, ik heb dat bandje nog om. Ik heb niks van gevoeld, niks van gemerkt. Dus ik dacht, dan kan het ook wel tijdens de wedstrijd. En ik heb hem omgelaten. En nu weet ik ook, ik kan hem omlaten. Dus ik zal hem ook omlaten. Dat brengt geluk. Ja, sinds ik hem om heb, de nul en overwinning. Dus deze gaan we omhouden.